Smack My Bitch Up van The Prodigy. Saturday, Saturday. Magic System met Bougie Bougie. Op Crazy Frog. Dancing Queen. Waarom wordt iedereen wild op Dancing Queen? Of een ander bangelijk nummer natuurlijk. Dat is de vraag die we vandaag stellen aan Erik van Dijk, muzikoloog aan de Universiteit van Gent. En dat doen we vanop de Lokerse Feestdag. Het volk moet wel nog komen, denk ik. Dit is de Universiteit van Vlaanderen Summer School. Dag Edut, welkom aan de zotste tafel, denk ik, van onze Summer School reeks. Ja, waarom gaat iedereen hier straks uit zijn dak gaan? Het is wel natuurlijk iets dat het een puur menselijk iets is om te dansen op muziek. En we zien dat als we muziek horen, liefst dan muziek met wat stevige beats, met een beetje een deftig ritme, dat dat sowieso hersenregio's activeert die instaan voor beweging, motorische regio's. Ja? We zien ook daarnaast dat dansen op muziek, luisteren naar muziek, eigenlijk goed doet voelen. Je maakt verschillende neurotransmitters aan die iets positiefs bijbrengen. Maar het is allemaal zeer persoonlijk. Dus de ene persoon danst liever, de andere minder graag. Het moet ook uw muziek zijn natuurlijk. Dus er valt wel veel over te zeggen. Je zei als eerste van er worden bepaalde motorische hersendelen geactiveerd. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Wel, eigenlijk wordt er van alles in gang gezet in uw brein. Als je naar muziek luistert, maar we zien eigenlijk ook al ben je niet aan het bewegen, maar proberen zo stil mogelijk te houden, zien we toch dat muziek een effect op motorische regio's in het brein heeft. Bijvoorbeeld, als we hier het brein er meenemen, zien we bijvoorbeeld in de premotorische cortex. Dat zit ongeveer hier. Ja. De premotorische cortex staat eigenlijk in voor het plannen van beweging. Dus dat wordt al geactiveerd. Okay. De motorische cortex, die echt instaat voor het coördineren van beweging, het uitvoeren van de beweging en zo. Die wordt geactiveerd. Natuurlijk, uw auditieve cortex speelt een rol. Die zit zo hier ongeveer. Want ja, we verwerken die muziek. We moeten ook dat ritme ergens kunnen begrijpen met onze hersenen. En dan het cerebellum bijvoorbeeld is ook zeer belangrijk. Dat helpt ook met de coördinatie. Stel dat we synchroniseren op die beats en zo, dan speelt het cerebellum ook een grote rol. Alleen bij uitbundige nummers zoals Dancing Queen of bij elk nummer? Ja, Dancing Queen. Dus opnieuw, bij mij. Dus zeer persoonlijk. Ja, zeer persoonlijk. Bij mij dan. Het moment van de dag, hoe dat je voelt, dat kan ook een grote rol spelen. Hè. Je hebt niet altijd goesting om te dansen en niet altijd op dat soort muziek, dus dat kan fluctueren. Ja. Het is ook cultureel bepaald. We zien in verschillende culturen zijn ze wel wat gewoon om op andere muziek te dansen, uiteraard. Ja. Maar daarnaast zijn er wel een paar dingen die we kunnen zeggen die wel een beetje algemener zijn. Ah, ja, sterk ritme, zei je al. Ja, bijvoorbeeld een stevige beat. Of een ritme ook dat goed te volgen is. Ja, zoals dus, Ice Ice Baby of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, voor de ene wel, voor de andere. Normaal. Ja. Maar dus stevige beats. Mm-hmm. Een tempo, zo'n ritme dat liefst niet te veel variaties heeft. Zo niet te polyritmisch, want dan is het al wat moeilijker om te dansen. Daarom, kan dat wat verwarrend zijn. Ja. Een stevig tempo ook wel. Dus tempo, de snelheid van de muziek, drukken we meestal uit in beats per minuut. De Kent Holders van Macklemore. Maar daarnaast ook catchy melodieën, de tekst kan ook een rol spelen. Als de muziek u oproept om maar eens met uw kont te schudden, dan gaan sommige mensen dat ook doen. Eigenlijk, als je het mijn hersenen zou vragen, dan kost het mij echt meer moeite om stil te zitten op muziek dan dat ik er mij gewoon op laat gaan. Ja, als je naar het brein kijkt wel. Dus we zien, als we mensen naar muziek laten luisteren, worden die regio's geactiveerd. Maar je kunt om bepaalde redenen niet willen dansen ook. Hè. Veel mensen houden dat tegen. We noemen dat inhibition eigenlijk. Dus dat je, inhibition. Ja, niet iedereen durft zich zomaar blootgeven. Want dansen is zo helemaal laten gaan. Dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Zelfs al sta ik rustig aan het oog te hangen, dan nog. Je brein toont wel dat het eigenlijk een natuurlijk iets is om te bewegen op muziek. Ja. Ik dans niet echt. Dus de schaamte is eigenlijk een cultureel gegeven, maar het willen dansen is een biologisch gegeven. Ja, zo zou je het ongeveer kunnen zeggen. Niet alleen cultureel, hè. Het is ook persoonlijk. De ene persoon voelt zich ook comfortabeler, doet dat ook liever. Hè. Er zijn ook mensen die dat gewoon echt niet graag doen, echt volledig dansen. En cultureel natuurlijk. In sommige culturen wordt het ook meer gedaan. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar Griekenland, dan is dat meer een danscultuur. Op Griekse feesten, trouwfeesten, waren dan ook dansende mannen ook allemaal samen. Soms meer mannen dan vrouwen op de dansvloer.
En je zei net ook dat er heel veel gelukshormonen worden aangemaakt in ons hoofd. Dus als wij muziek horen, maar ook als we aan het dansen zijn. Dus als ik die twee doe, ik ben heel erg aan het losgaan straks op de Lokerse feesten. Betekent dat dan dubbel geluk voor mij? Dus het hangt er een beetje vanaf wat jij graag hoort natuurlijk. Maar als het muziek is die je graag hoort, gaan je hersenen bijvoorbeeld meer dopamine vrijgeven. Dat wordt gekoppeld aan het gevoel van beloning, zoals ook bij eten, seks, drugs en zo. Dat gebeurt ook. Maar dus ja, je hebt dat gevoel van beloning, reward. Hè. En als je natuurlijk je beloond voelt, een plezierig gevoel dat je hebt, dan ga je dat ook vaker opnieuw doen. Ja. Zo die dopamine, serotonine speelt ook een rol. Dat kan je stress een beetje helpen verlagen, je wat beter doen voelen. Oxytocine is weer een andere... Dat is het knuffelhormoon. Ja, dat begint ook knuffelhormoon, liefdeshormoon, wordt ook genoemd. Dus dat kan ervoor zorgen dat je ietsje sneller andere mensen vertrouwt, dat je wat meer verbonden voelt met andere mensen. En dan zijn er nog een heleboel andere stoffen, zoals cortisol, endorfines enzovoort. Okay. Ja. Zeg, en als ik een heel droevig liedje opzet, zoals Another Love van Tom Odell, gaan dan ook die gelukshormoontjes vrijkomen of ga ik me dan helemaal triest voelen? Ja, wat trieste muziek, dat is eigenlijk heel curieus. Daar hebben ze de laatste jaren wel wat onderzoek over gedaan. En dat is eigenlijk, het is niet omdat de muziek triest klinkt dat het u triest doet voelen. Ja. Dus meestal moeten we het verschil maken tussen emoties die je hoort in de muziek, die je percipieert, of de emoties die geïnduceerd worden, dus die je zelf gaat voelen. Maar toch zien we in het brein, in de reacties van mensen, in hoe dat ze dat, ja, daarnaar luisteren, dat het u toch ook op een bepaalde manier een beetje goed doet voelen. En we denken dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld mechanismen als dat je je minder eenzaam voelt, dat je je emoties zelf een keer los kunt laten, wat dat wel zeer gezond kan is. Verwerken, ja, verwerken. Ja. Dat het niet opgekropt blijft. Daarom is misschien op begrafenissen ook altijd muziek gebruikt. Ja, dus het hangt, we zien dat ook heel duidelijk in de praktijk. Ja. Trouwfeesten, begrafenissen enzovoort. Muziek heeft ook speelt een grote rol in sociale bijeenkomsten. En dan om samen bijvoorbeeld verdriet te verwerken, kan muziek helpen om samen te brengen. Het is mij ook wel eens overkomen op een concert van Zwangere Regie, dat ik gewoon daar stond te luisteren naar een liedje dat helemaal niet emotioneel is. En ik kon het gewoon niet meer binnenhouden. Ik heb echt geblijd. Ja, soms kun je het ook niet goed weten hoe dat het komt. Iets dat u ergens raakt op een of andere manier. Rolling Stones op Werchter. Eerste noten. Vaak. Dat is dagelijkse kost. Maar als we kijken naar het onderzoek van hoe de muziek emoties losweekt bij mensen, ligt het niet altijd aan de muziek zelf. Het kan ook zijn dat het ergens een herinnering oproept bij u. Mm-hmm. Een soort van conditionering ook, dat je bepaalde zaken vroeger altijd bij bepaalde types muziek had of zo. En dat dan zo plots ineens naar boven komt zonder dat jij daar eigenlijk aan dacht. Dus je had het net over dat euforische gevoel wat we krijgen als we naar muziek luisteren. Dus als ik verdrietig ben, maar ik ga even heel hard dansen, dan kom ik van het verdriet af. Dat zou kunnen, maar natuurlijk, het is niet zo gemakkelijk om aan het dansen te slaan als je verdrietig bent. Jaren geleden hebben we ook een studie gedaan om te zien of dat je emoties zichtbaar zijn in dansbewegingen. En we zien wel dus dat mensen al minder actief dansen als ze verdrietig zijn, veel actiever, als ze zich beter voelen en zo. En nog wat andere effecten, maar er zit wel een verschil in. Eigenlijk is het niet zo intuïtief vaak om te beginnen dansen als je je verdrietig voelt. Ja. Meestal ga je dat doen als je al wat beter voelt. Maar ik zou dan eerder zeggen dat muziek luisteren kan wel zeer veel doen. En nu even terug naar Dancing Queen. Dat is echt zo'n lied waarbij, bijvoorbeeld als het op een trouwfeest speelt, dan komen ineens alle toehangers naar de dansvloer om daarop te dansen. Ik vind het grappig dat je Dancing Queen zegt. Ik denk dat dat ook ik klop heel daarvoor. Veel dingen hangen samen met een leeftijdsgroep ook vaak. Dat is persoonlijke. Maar we zien ook zo muziek die je hoorde toen hij ongeveer 16 jaar was. Hè. Dat wel muziek is die altijd wat bijblijft, waar dat er zo wat nostalgie aan blijft kleven. Omdat je brein dan heel hard ontwikkelt, je maakt dan allerhande hormonen aan, je eerste liefde is dan ergens in de buurt misschien. Dus we zien dat die muziek wat sterk bijblijft. Dus ik denk, Dancing Queen, ja, dat hangt af van uw leeftijd, uw persoonlijkheid, uw eigen smaak. Maar natuurlijk, ja, het nummer gaat al over dansen. Hè. Het heeft al bepaalde kenmerken in de muziek die aanzetten tot dansen enzovoort. Dus het is wel natuurlijk een nummer dat aanspreekt om op te dansen, uiteraard. Ja. Helemaal duidelijk. Dankjewel om aan onze tafel hier te komen zitten. Ik stel voor dat wij straks gewoon helemaal losgaan. Want er is hier nog een concert van... The Prodigy. Anders zat ik hier niet. Nee, kijk, hoe? Want we worden gelukkig als we gaan dansen.
Of ja, de dat is open, hè? Ja, de wetenschap zegt zo. Alright, dikke merci aan de Locust Facebook ook dat wij op deze maffe locatie onze Summer School aflevering mochten filmen. En aan jullie om te kijken. Tot de volgende. Ciao. Zin in om te dansen. Mijn favoriete dansnummer? La la li, la la la, ik weet het niet. Traag, 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 traag. Oh jee. Yeah.